Kijk, als Ajax die wedstrijd zou winnen, ja, dan kan er in de laatste wedstrijden misschien toch nog iets ontstaan. Ja, en aan de andere kant, als Feyenoord zou winnen, ja, dan hebben wij een mogelijkheid om de tweede plaats over te nemen. Ja. Ik heb duidelijk gezegd, een tijdje geleden, dat we ons gingen richten op Ajax. Die staan net boven ons. Ja, dat is een doelstelling die ook reëel is op dat moment. Die speel je ook nog tegen. Daar heb je direct invloed op om dat verschil te verkleinen. Maar dat wil niet zeggen dat we geen ambitie meer hebben of niet strijdluchtig zijn voor het geval er een situatie ontstaat dat er nog een kansje is. Dan zullen wij daarvoor voor de volle 100% voor gaan. Nou ja, mocht het zijn dat Ajax zou winnen, nou, dan verandert in ieder geval wel iets bovenin. Nou, dan is het daarna afhankelijk van Feyenoord hoe ze daarmee omgaan. Dan nog hebben wij niks in eigen hand. Dus het geeft eigenlijk aan dat het heel belangrijk is voor ons zelf om de wedstrijd tegen Sparta te winnen. Nou, we hebben in de beker hebben we verloren, zijn we uitgeschakeld door Sparta. Thuis hebben we een nipte overwinning behaald. Dus dat geeft eigenlijk al aan dat er voor ons ook geen eenvoudige wedstrijd te wachten staat. De spelers zijn gemotiveerd, komt heel belangrijk, niet alleen de wedstrijd van zaterdag, komt gewoon een hele belangrijke week aan. Midweeks programma, we spelen 3 wedstrijden in 7-8 dagen. Ja, je moet er niet 1 winnen, je moet ze alle 3 winnen. Dus dat brengt en wel wat druk met zich mee, maar indirect ook weer een bepaalde motivatie en scherpte die je moet hebben. Dus dat zal alle wedstrijden aanwezig moeten zijn. En we hebben in ieder geval een les gehad tegen Sparta al en we moeten zorgen dat we daarvan geleerd hebben. Dan was hem iedereen fit, neem ik aan? Ja, iedereen is fit. Dus goed teruggekeerd. Nu als laatste nog Hector en Arias zijn goed teruggekomen. Dus dat is altijd fijn aan de interlandperiode.